helpen mensen in nood. Ik ben wanhopig op zoek naar geld. Help me. Bah. Wat doe jij hier? Dit zijn Kitty en Catnap. Laten we ruilen. No. Wat heb jij te bieden? Pomni speeltje? Wauw, deal. Mijn lieve speelgoed. Ik neem je niet mee naar huis. Ga zitten en relax. Ja, eerlijk gezegd is het niet veel. Ik moet maar weer aan het werk. Ik heb geld nodig. Ik kan niet zeggen dat het een uitbundige levensstijl is. Ja. Ik weet hoe ik Mia moet opvrolijken. Stel je dit voor. Ze komt thuis in een hele nieuwe kamer. Oh, wauw. Geweldig. Ik heb een makeoverplan voor deze plek klaar liggen. Ziet er echt leuk uit. Eerst maar eens een hapje eten. Jeetje, het afval is zwaar. Nu kunnen we de kamer opleuken. Oei, hey Catnap. Hey, het afval is letterlijk eindeloos. Oh, de gevarenposter. Ik ben benieuwd wat erachter zit. Knock, knock. Niets. Wow, de wind is sterk. Hij kan me elk moment wegblazen. Een orkaan. Auw. Wat denken jullie dat ik moet kiezen? Ik ga voor palmbladeren. Geweldig. Oh, niet gelukt. De temperatuur daalt. Ik heb het ijskoud. Wat kun je nog meer doen? Tape? Nee, bakstenen worden het. Oh, dat maakt een verschil. Heerlijk. Het vriest nog steeds. Ik kies vuur, ja. Er is hout. Er komt een vuurtje aan. Wat? Nee! Het is gevaarlijk. Ik moet alles doven. Hoe kon je daar überhaupt aan denken? Kinderen, doe dat thuis nooit na. Het is niet veilig. Oh, jeetje. Ik word ziek van je ongevraagd advies. Stop ermee. Ga naar je helft en blijf daar. Zal ik doen. Ik zou de muren moeten verven. Lijkt op mijn oren. Met twee rollers gaat het beter. Ik moet meer verf halen. Het komt goed. Bijna klaar. Ja, ze is aan het schilderen. Ze kan die van mij ook doen als ze toch bezig is. Kan ik net zo goed de grens verplaatsen. Oh, meer muren. Goed. Ziet er goed uit. Nogal basic. Ik wil misschien wat lichtjes toevoegen. Oh. Dat lijkt er meer op. Wat is dit voor stof? Een gordijn. Het mist iets. Ik doe er een mooie strik omheen. Ik ben eigenlijk een binnenhuisarchitect. Wat moet ik anders doen? Ik vervang de oude ladekast. Geweldig. Ik hang een lichtsnoer aan de muur. Dat is echt mooi. Ik zal de sterren hier neerzetten. Een nieuw bedovertrek. Je bent zo schattig. Wat kan ik nog meer toevoegen? Juist, een nieuwe tv. Ziek, hè? Wacht even. Ik kom zo. Wauw, jullie hebben mijn nieuwe huis de coolste makeover gegeven. We hebben er ons hart en ziel gestopt. Kijk eens naar je nieuwe bed. Kijk hier eens. Lichtjes en een nieuwe tv. Ik kan jullie niet genoeg bedanken. Jullie zijn de meest geweldige vrienden. Hoe kan ik jullie een wederdienst bewijzen? Ik heb Snickers. Yum. Auw. Oeps, het was een puur ongelukje. Dat doet ze altijd.
Ik heb nog een lolly. Bedankt. Ik ben beter af zonder snacks. Jam. Walgeluk. Auw, een gouden kaart. We zijn stinkend rijk. Er is een truc. Het is geblokkeerd. Hey iedereen, druk op de duim omhoog zodat onze kaart gedeblokkeerd wordt en we rijk kunnen zijn. Ik moet mijn huiswerk nog maken. Mijn schriften, een etui. Je kunt geen huiswerk maken op de vloer. Gelukkig is er een uitweg. We maken een bureau. Laten we oren. Een rode strik. En een kattengezicht toevoegen. Dit is voor jou. Wauw, het is super. Dank je, Kitty. Ik ga gebak halen. Ruikt goddelijk. Wat? Oh man, catnap. Wat moet ik doen? Ik heb een idee. Ik zorg voor tocht. Hoe komt het dat het waait? Oh, slapen. Laten we het gat terugdichten. Eindelijk in slaap gevallen. Laten we haar lijst bekijken. Punt nummer 2. Iedereen vangen. Hoe vreselijk is dat? Ik moet iets bedenken. Ik heb heerlijk geslapen. Nog wat losjes hier. Ze hebben de beste tijd. Echte besties. Hey, kom met me mee. Laat haar gaan. Absoluut niet. Ze is van mij. Laat los. Genoeg. Iedereen krijgt een helft van een gezicht. Goed. Eerst moeten we je huid reinigen. Nu foundation aanbrengen. Een druppeltje maar. Oh, het is een beetje nat. Ziet er glad uit. En zie ik er al leuk uit? Een laagje gezichtspoeder. Achoo! Ziet er voor mij uit als een bloem. Oh god, dit oogschaduwpalet. Laten we je wenkbrauw een beetje accentueren. Dit zijn oogschaduws. Oké dan. Wat oogschaduw op de buitenste hoek. En wat op de binnenste hoek, om volume te geven. Een beetje glitter. Blijkbaar zal ik vandaag schitteren als een diamant op school. Wow. Leuk hoor. Wat liner op het onderste ooglid. En de finishing touch, lipgloss. Nu mijn wederhelft. Ik ga er vandoor. Doei. We brengen eerst foundation aan. Wauw, zo glad. Een druppel vloeibaar poeder op een sponsje. Roze blush, schattige wangen. Oogschaduw voor altijd. Oh jee. En mijn signature touch, een hartje. Oh, zo schattig. Mijn favoriete lippenstift. Dit is het eigenlijk. Dus welke helft heeft jouw voorkeur? Ik kan het niet zeggen. Hey iedereen, wiens glam vinden jullie mooier? Laat het weten in de comments. Oh, ik moet naar school. Doei. Doei doei. Het werd tijd dat we netten opzetten. Oh jee, wat is er van plan? Wees stil, hou je mond dicht. Puw komt eraan. Dit is niet te geloven, ik ben zo gespannen. Wol, ik kan er een muts van maken. Goed. Laten we een lijmpistool pakken. Lijm twee pompons. En een rood strikje. Het is klaar. Miauw. Oh, precies. Catnap slijpt de messen. Ik hoor het kwaad tegemoet te treden. Sorry, schatje. Ik moet de val van het net neutraliseren. Een nachtmerrie. Goed gespeeld. Vervolgens moeten we de explosieven neutraliseren.
de lont afknippen. Phew. Alles wat we moeten doen is het derde deel van haar kwade plan ontdekken. Punt 3. Hello Kitty uitschakelen. Wat? Oh. Huh. Mijn plan heeft gewerkt. Oh god, waar ben ik? Help! Ik zal kijken of ik het red. Mijn klauwen kwamen goed van pas. Oh my god! Oh, tablet. Zet hem in godsnaam aan. Er is een kaart, maar die is geblokkeerd. Hey iedereen, om de kaart te ontgrendelen moeten we een raadsel oplossen. Welk van de Smiling Critters hangers gaat werken? Laat het weten in de comments. Ik moet een uitgang zoeken. Ik heb meer kamerdecoratie nodig. Ik maak een wanddecoratie met gekleurd papier. Eerst maak ik een basis. Dan knip ik oren uit. Een witte hartvormige neus. Een dun snorretje. Lijm de stukken aan elkaar en de catnapdecoratie is klaar. Ik zal hem daarop hangen. Leuk! Ik heb zin om iets anders te doen. Wat kun je met karton doen? Ik maak een op Hello Kitty geïnspireerde piñata. Eerst knip ik een frame in de vorm van een hoofd uit. Vervolgens knip ik stroken in vierkantjes voor wol. Een zwarte snor. Ogen. Een klein neusje. En zo hebben we een Hello Kitty piñata. Ik wil hem zo graag slaan. Nou, bestie. Met mij wil je niet zollen. Ik wil de politie. De politie is er. Politie! Ze is hier. Arresteer haar. Wat is er gebeurd? Kijk, dit was haar snode plan. Ze wilde iedereen vangen en neutraliseren. Er staat duidelijk surprise party. Je hebt het verkeerde idee. Wat? Oeps, hoe kon ik me zo vergissen? Ja, ik heb de boel versierd, geïnspireerd door Hello Kitty voor je verjaardag. Ik heb voor iedereen Hello Kitty petjes gemaakt. En ik heb een cadeautje voor je. Een schattig Hello Kitty spiegel. Ik heb de figuurtjes aan de achterkant bevestigd en in een schattig doosje gedaan. Hier is je cadeautje, Kitty. Oh, het spijt me zo. Oh, dat is een schattige spiegel. Dank je, Catnap. Schattig. Doe voorzichtig. Doei, doei. Vergeef me alsjeblieft. Oké, stop met huilen. Rustig, het is goed nou. Ik weet niet wat er in mijn hoofd omging. Kitty, dat kun je niet maken. Hier zijn je spullen. Je moet op huizenjacht. Ik ben dakloos. Waar moet ik naartoe? Wie is dat? Leuke plek. Doe me geen pijn. Wil je iets lekkers? Nee? Jij. Mijn hemel. Hey, negeer de hooivorken. Ik ben een diehard fan. Dat is top. Ik ben blij je te ontmoeten. Oeh, mag ik je handtekening? Tuurlijk, geen probleem. Hello Kitty, alsjeblieft. Dit is voor jou. Je mag mijn pick-up truck hebben. Echt waar? Ik ga ermee pronken bij mijn moeder. Ik ben eigenaar van een pick-up. Ik maak van de pick-up een nieuw café. Oh ja! Laten we aan de slag gaan. Eerst maar eens schoonmaken. Oh, zo rommelig. Gelukkig kan ik het aan. Al het afval gaat naar buiten.
Oh. Antenne, top. Jee. Oh, hoe kom ik hier nou uit? Dag, afval. Elke centimeter moet perfect zijn. Oh, dat is een hoop troep. Ik kan het aan. Eeuw. Het is smerig. Mijn truck heeft een goed bad nodig. Kom op, Kitty. Je kunt dit. Het is maar water. Oh, dit is moeilijker dan ik had verwacht. Nee. Er schoot een idee te binnen. Mijn spreukenboek. Dat is het. Perfect voor de truck. Regen en bliksem zullen de auto vernietigen. Zonder wielen kan hij niet ver komen. Niet erg, ik heb een paraplu. Stompboek, je spreuken zijn nutteloos. Joepie, de regen is gestopt. Rustig. Uh-oh. De regen heeft mijn auto gewassen. Ziet er mooi uit. Auw. Stop. Het volgende wat we moeten doen is de boel versieren. Wow. Aan de slag. Nieuwe vloerbedekking. Volgende. Ik weet het. Ik heb een enorm logo nodig. Geweldig. Het pluizig zitje is letterlijk gemaakt voor mijn schattige café. De glijbaan en het zwembad voor mijn gasten. Hier komt de tafel. Ik knip er een rode schuimpapieren strik uit. Oh, ze zijn in principe identiek. Snorhaarstrepen van zwart schuimpapier. Ik ben bijna klaar. Hier komen de oren. Natuurlijk, ik heb een rond lampje nodig. Daar plak ik oren op. En een strik. Oh ja, snorharen en gezichtje. Het wordt al leuk. Het licht is klaar. Het is Hello Kitty op het lijf geschreven. Ik heb een hele familie kattenlantaarns. En dit zet ik goed vast. Ik ga mijn lantaarns ophangen. Mooi. Oh jee. Overal ligt afval. Hé, iedereen, rommel maken is slecht. Daarom ga ik aan de slag om deze plek schoon te maken. Zorg ervoor dat je nooit een troep maakt. Dat er maar geen afval mag zijn. Ga in de vuilniszak. Wow. Het afval is weg. Nu zijn er bloemen. Wow. Ik zal het café ermee versieren. Daar heb ik wel een vaas voor nodig. Eens kijken of er iets is wat ik kan gebruiken. Ja, dit is top. Ik maak een vaas met deze pot. Om te beginnen met een ton witte verf. Vervolgens mijn iconische rode strik. Gebruik zwarte verf voor gezicht, ogen en snorharen. Een gele neus. Voilà. Het grote moment. Ik zet bloemen in mijn vaas. Ziet er zo mooi uit. Oh, ik ben het belangrijkste vergeten. De uitnodiging openen. Ik hoop dat het allemaal lukt. Mijn café... Hé, ik ga mijn signature smoothie voor je maken. Sardientjes zijn belangrijk. Vervolgens voeg ik aardbeiensap toe. Eeuw. Oh, het is zuur. Niemand zal het weten. Een knapperige verse spin. Kom maar bij papa. Jij bent de snack. Vervolgens gaan we mixen. Ziet er freaky uit. Het is zo lekker geworden. Iemand slagroom? Mijn signature smoothie is klaar. Geniet ervan. Het smaakt goddelijk. Alsjeblieft. Ruikt funky. Ik heb er geen zin in. Probeer het maar. Het is lekker. Wat smerig. Wat heb jij? Ik heb een nieuw café geopend.
Hier heb je een uitnodiging. Even kijken, een café website? What? Het heeft helemaal geen likes. Hey iedereen, druk op de like-knop. Wees stil, er komt dus een recensent bij me langs. Oeh, er zijn heel veel likes. Bedankt jongens. Yes. Ze heeft het weer gered. Vervelende kat, ik pak haar wel aan. Ik zie dat je nieuwe café een hit is. Dit is geweldig. Je krijgt een ster. Gefeliciteerd. Bedankt. Oh ja. Veel plezier nu het nog kan. Hou je van smoothies? Ik kreeg er buikpijn van. Geen fan van het catnapcafé. Wij ook niet. Nee, nee, nee. Au, au. De recensent kan elk moment komen. Ik ben er niet klaar voor. Hier komt een dranksteentje en de drankjes in mijn kittige flesjes. Wauw. Oh, ik hou van deze kookshow. Ik zal het proberen. Oh, wauw. Hey iedereen, we gaan een geweldige milkshake maken. Pak een banaan. En zoete taart. Natuurlijk doen we er chocolade bij. En nog een ingrediënt. Melk. Aardbeien zodat het lekker ruikt. Voilà, even mixen. Mmm, dat wordt lekker. Kijk eens naar deze schattige kitty cooler. Past bij mijn kitty drankje. Schenk het drankje voorzichtig in. Klaar. Oh, het is geweldig geworden. Ik vind het geweldig. Jij ook? We moeten terug naar het café. Het kitty drankje staat klaar voor de gasten. Natuurlijk versier ik het met slagroom. Mmm, heerlijk. Kom, neem wat kitty shake. Nou, nou, nou. Wat staat hier? Goh, het is schoon. Wat is dit voor drankje? Mijn kenmerkende kitty shake. Geniet ervan. Oh ja, smaakt betoverend. Het is nog een ster waard. Wauw, heel erg bedankt. Ja, het is gelukt. Ober, ga de klanten bedienen. Ik wil je allerbeste toetje. Een van de beste toetjes ooit komt eraan. Het beste dessert voor meneer. Bedankt, ben zo terug. Hé, wat? Heeft iemand live muziek besteld? Laten we het eens proberen. Mmm, mind blowing. Ik moet hier wat aan gaan doen. Slaap. Slaap lekker. Wat heeft dit te betekenen? Zo respectloos tegenover klanten. Ik neem 1 ster terug. Violin moet de schuld krijgen. Oeh, mijn eerste klant. Hey. Hello Kitty Café. Dit moet mijn verjaardagslocatie zijn. Leg allemaal wat in. Wat hebben we? Dat is alles wat we hebben. Wil je ons binnenlaten? Nee, het is gratis voor jullie. Het wordt de beste verjaardag ooit. Ik denk dat ik weet waar we moeten beginnen. We maken nieuwe feesttoetjes. Knip eerst een kartonnen strook uit. En oren. Lijm er een hoed van. Teken een bloem op wit papier. Knip het uit. Lijm het op het hoofddeksel. De bloem moet een kern hebben. Maak een heleboel grappige hoofddeksels voor alle gasten. Waar is Hello Kitty gebleven? Ik ben hier. Weg met jullie basishoedjes. Ik heb echt een super idee. Wauw, geweldig. Kitty, dat is een geweldig idee. Bedankt. Oh, mijn buik. Die roept om eten. Hongerige klanten. Ik heb een geweldig recept. Om te beginnen knip ik in een ronde plastic fles. En ik snijd een ring uit. Ik knijp erin om een kattenkop te vormen. Miauw. Leg een vorm op een snee brood en snij het uit. Snij op dezelfde manier stukjes uit worst en kaas.
Broodjes maken in de vorm van een poes. Saus toevoegen. Voeg sla toe aan de boterham. En maak een maïsneus. Olijven maken de ogen. Klaar. Wie heeft er honger? Hier zijn Hello Kitty broodjes. Eet smakelijk. Wauw, zo schattig. Dit is lekker. Vond je het lekker? Ik ben in de wolken. Tijd voor nog een verrassing. Een verjaardagstaart. Doe een wens. Hello Kitty moet nog een ster krijgen. Is die voor mij? Oh, ik loop letterlijk op lucht. Ik waardeer het. Jullie zijn geweldige vrienden. Dankjewel, Hello Kitty. De beste verjaardag ooit. Tijd om een nieuw gerecht te koken. Hier is mijn geheime recept. Een geheim recept? Ik moet het stelen. Ik zie het. Nou, laten we maar beginnen. Ouch. Ik ga het bakken. Ah, water. Nat. Ik geef niet op, wat er ook gebeurt. Badam, 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 badam. Auw. Prima, ik ben toch beter af zonder recept. Klaar. Hallo, Kitty. Bedankt. Ik zou graag je nieuwe toetje proeven. Stop, mijn toetje smaakt beter. Hier. Het is oneetbaar. Wil je me vergiftigen? Schaam je. Ik ben een uitstekende criticus, weet je. Neem mijn toetje. Graag. Wauw, het smaakt naar mijn kindertijd. Wauw. Het verdient niet minder dan 2 sterren. Echt? Oh, hartstikke bedankt. Dus, wat is het geheime recept? Het geheime ingrediënt is liefde. Onzin. Oh, mijn eerste bestelling voor bezorging. Kitty Delivery komt eraan. Ik ben klaar om tractaties en geluk te leveren. Auw. Phew, de taart is oké. Oh, ik heb een idee. Een kluis voor mijn taart. Zo zwaar. In dit tempo krijg ik helemaal niks af. Ik weet wat ik moet doen. Knip een Hello Kitty en Delivery logo uit. Lijm alles op bloemenkarton. En vouw het karton tot een mooie papieren zak. Maak handvatten van lint. Bedazzle. Doe de taart erin. We zijn klaar. Kitty Delivery is er. Wie heeft mijn taart besteld? Hey, betaal jij hiervoor? Hier is je bestelling. Heerlijk. Wat? Ik heb ook klauwen. Wat vond ze niet goed in mijn levering? Oh man, er zit een slot op. Ik zit opgesloten. Hey iedereen, reageer hieronder. Bevrijd Kitty, zodat de deur ontgrendeld wordt en ik naar buiten kan. Zouden jullie me alsjeblieft kunnen bevrijden? Waarom kan ik niets goed doen? De deur is ontgrendeld. Jullie zijn geweldig. Mijn café. Ik kan nooit zo'n coole kat zijn als jij. Hey Catnap, laat me je helpen. Laten we je een Hello Kitty makeover geven. Eerst wassen we je. Kijk. Ziet er goed uit. Vervolgens wassen we je gezicht. Klaar? Wauw, dat voelt schoon en fris. Laten we Hello Kitty glam doen. Dat wordt schattig. I love it. Nog een finishing touch. Glanzende lippen. Sensationeel. Je moet je wel even omkleden. Maak eens een rondje, zodat de magie werkt. Draaien. Gelukt. Ik zie eruit als Hello Kitty. Het is ons gelukt. Nog een laatste dingetje. Je strik.
Ik vind dit geweldig. Ze is mijn dochter. Ik heb haar meegenomen om je huis te zien. Wauw, papa, kijk eens naar Kitty. Ze wordt mijn bestie. Hey, oh ja. Ze is de schattigste. Hello Kitty Café verdient 5 sterren. Jee, mijn droom is uitgekomen. Gefeliciteerd, Kitty, het is wel verdiend. Oh, schatje, we moeten naar huis. Papa, mogen we de kat mee naar huis nemen? Goed, de dingen die je voor je dochter doet. Yahoo, dan zijn we samen. Doei, pas goed op jezelf.